van jullie allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vrijdag en ik neem jullie deze week weer mee. Een heel leuk weekend voor de boeg, want we vieren Elin's eerste verjaardag. Dus dat wordt heel leuk en bijzonder. Ook ga ik tractaties maken voor naar het kinderdagverblijf. En ik neem jullie gewoon lekker mee. Ik heb trouwens nu voor het eerst gewoon corrigerend ondergoed aan van de HEMA. En ik heb deze broek van Primark eroverheen. Die heeft ook een soort... ja, seamless. Het is niet corrigerend, maar het zit wel heel comfortabel. En dan heb ik daaronder dus zo'n hemd aan van HEMA. En hieronder zit nog zo'n onderbroek, zeg maar, die helemaal tot hier zit. En dat voelt op zich ook wel goed. Want ik moet zeggen dat dat pak inmiddels een beetje losser is gaan zitten natuurlijk. Doordat ik meer vocht en zo weer kwijtraak. Ik heb net gedoucht. En dan ga ik daarna altijd eventjes rustig. Ga ik daarna altijd even rustig liggen. Want dat is altijd spannend. Omdat je dan natuurlijk even een tijdje zonder je steun bent. Dus ik ga even liggen. En dan een Handmaid's Tale kijken. Elin heeft nieuwe schoenen. Hey, Elin. Ja. We lopen even buiten. Wij zijn even de boel aan het versieren nu Elin slaapt. Hé, waar is mijn? Welke? Mijn camera. Heb ik nog deze, maar ik had wat letters tekort. Oh. Dus ik heb het. Wat? Ja. Dus ik heb het even zo gedaan. Oh, ja, dan is die leeg, lieverd. Ik heb gisteren nog mooie bloemen van mijn werk gekregen. Oh, ik heb hier twee van. Ja, dat is alleen maar goed. Welke is het? Zo. Nu zitten we even te relaxen, want over een uurtje komt de volgende groep en ligt nu te slapen. Mama, ik wil het bedje niet doen. Het bedje niet? Nee. Mag ik die dan doen? Ja. Die is in slaap gevallen. Hij heeft dit cadeautje van mijn broertje gekregen. Eigenlijk niet de bedoeling dat hij ook cadeautjes kreeg op Elin's verjaardag. Maar mijn broertje had dit wel gevraagd, omdat hij zei van die vorige keer zo was een waterpistolengevecht. En stond hij er echt middenin tussen allemaal grote jongens. Zo'n heel klein waterpistool, zegt zo'n dingetje. Dat hij dat wel sneu vond. Dus hij wilde een super choco voor me kopen. Dat was prima. Mag die jongen ook. Hier is het klaar voor. Ja. Taart. Ja, help maar. Maar laat Elin vooral het werk doen. Het is juist zo leuk om het uit te pakken. Oh. Goed zo, Elin. Goed zo. Nu weer Elin. Deze, die is moeilijk. Kan jij deze doen? Ja, dit. Nee, deze. Die zit met een plakketje. Ja, goed zo, Elin. Wat is dat nou? Die zit met een plakketje eromheen. Hier zit een plakkertje. Wat is dat, Elin? Ik het al. Kijk, dat is moeilijk. Dat kan je. Dat kan je een kleine stukje, kan dat nog niet. Zo. Oké. Zo. Allemaal plakkertjes, hè? Ja. Kijk eens, Elin. Wat is dat nou? Dat is mooi. Oh, wauw. Niels, laat maar even liggen, lieverd. Ik kan het zelf eruit gaan pakken, weet je wel? Dan gaat ze zelf zien dat het erin past. Ja. God. Waar is mijn piel? Ja, waar is jouw piel? We hebben het over belangrijke zaak, zei het in de auto van de piel. Je gaat me even vangen. Nou. Wat is dat voor moois? Nee, uitpakken is niet aan haar besteed. Nou, het feestje was heel geslaagd. Elin heeft voor het eerst taart gegeten. Nou, dat vond ze wel wat. En ze heeft cadeaus gekregen. Wij geven ons cadeautjes pas met haar echte verjaardag. Maar ze heeft voor nu... Wat is dat nou in Mittens? Dat is geen krabbouw.
deze gekregen, een wobbel. Dit is de kleine variant, in de kleur baby muis, volgens mij. Dit is zo'n plank. En dan heeft ze nog een paar kleine cadeautjes gekregen, zoals een boekje. En ze heeft dit gekregen. Dit kinderwagentje van Hema. Met dit popje erin. En mijn moeder heeft dus heel schattig een matrasje gemaakt. En dan een matrasje gemaakt. En dan hier een lakentje overheen. En nog een dekentje. Ik zal hem zo even netjes dekken. En dan dus het popje erin. Super knieuwd. Nou, ze vond het allemaal reuze interessant. En ik hoop dat ze het leuk vond. Ik denk het wel. Niels vond het in ieder geval geweldig. Maar Niels is gek op feestjes. Die had het er de hele dag over. Hij heeft zelfs ook cadeautjes gekregen. Dat was natuurlijk helemaal niet nodig, maar wel heel lief. En nu ben ik kapot. Ik heb nu echt pijn. Dus ik ga nu gewoon lekker op de bank liggen. Niels en ik gaan een tractatie maken voor Elin. Niels heeft zijn schort al om. Dus we hebben soepstengels. Deze dingen. En bloemetjes. En glazuur. Nou, dit zijn ze geworden. Dit is nog hysterisch. Ik had er ook nog een strikje omheen gedaan. Hier zo. Maar dat gaat me wat ver. Dit is toch al gezellig. Dus die ga ik even in een bakje doen. En dan kunnen ze mee morgen. Ik ga even de kist naar buiten. Kan Sven even hardlopen. Dan zit Eden gewoon in de wagen. Een klein stukje lopen. Goed voor mij. Daarna ga ik weer even liggen totdat de birthday begint. Hey! Wij zijn even aan de wandel. Ik heb even alles voor vermaakt van Eden. Ze was even heel boos. En nu is ze bezig met een bloemetje. Nu is ze op de fiets. Ja, daar lopen we gezellig mee. Het feest valt voor de taart wel lekker. Het is maandag en de day of the afterparty, nee. Vandaag is het weer een rustig dagje. Ik moet zeggen dat ik veel pijn heb. Vooral op één specifieke plek. Op mijn navel. Dus ik weet niet of het helemaal goed is. Maar goed, ja, ik kan er ook niet zo aan doen op dit moment. Ik kan dit zo. Even kijken. Beetje laag, hè? Ik ga nu even lunch maken. 2 volkorenboterhammen. Hummus met zongedroogde tomaat, olijven en een paprika. Dit is trouwens mijn outfit van vandaag. Ik heb heel vaak deze rok aan van Stradivarius. En dit is gewoon een trui van H&M. Maar ik heb dus of een driekwart rok aan of een driekwart jurk. Want ja, die broek die is te lang voor iets korts. En met die broek en dan een broek erover is ook niet heel handig. Pam. Pam. Ja. Ze was net geconcentreerd op het waterfeestbeest. Toen stond ze dus gewoon los. Nu is het even een filmpje te kijken. We gaan zo lekker eten. Nu is het een boef te bouwen. Die hebben we toch ook? Ja. Die hebben we toch ook? Ja. Zo, kijk, zo. Zo kan het. Ja, goed zo. Goed gedaan.
boterham zetten. Ik heb dus hier een cadeautje voor Elin staan. Maar deze, ja, die kan ik echt niet inpakken. Dat is veel te groot. Dus ik denk, ik ga er gewoon even een strik gewoon om die hengsels maken. En dan doen we het daar maar voor. En dan ga ik dit nog wel even inpakken. Hoe ga je doen? Ga je door het poortje? Oké. Okay. Daar ga je heen. Ze kan dus nu ook kruipen, maar dit vindt ze gewoon sneller gegaan. Dus gaat ze zo. Ze gaat ook zelf zitten en weer... Ja, ik had al spulletjes klaargelegd, hè? Ja, wat ga je doen? Ga je zitten? Ga je kruipen? Ja, ik zie ze kan nu ook kruipen. Ja. Oh ja, top. Oh. Okay. Vandaag is Elin jarig en dit is het cadeautje wat Niels voor Elin heeft. En hij helpt even met de plakbandjes. Hé? Ja. Niels helpt even met een beginnetje. Nee. Nou, dat is niet leuk, Niels. Je moet het toch zelf kunnen uitpakken. Je mag even helpen met de plakbandjes, hè? Wat is dat? Wat is dat? Is dat nou? Wow! Wij zien er dus helemaal zelf uitgekozen. Cute. Het is niet leuk als we op jouw feestje al jouw kleur in verband pakken. Ga maar trekken. Goed zo. Trek maar. Als je dat zo bijt en tegenwoordig eet ook een boterhammetje zocht. En dan krijg je daarna dus nog de fles. Dus eerst een boterhammetje en dan zit ze gewoon lekker op de knagen. Terwijl Niels en ik ook ontbijten. Niels ontbijt met yoghurt, met fruit en muffie. En ondertussen maak ik het op. Gaat goed? Ik zit steeds stoer aan het bouwen. Hatsee! Dat is misschien niet even aan het spelen. Onder de ontbijt mag dat voor mij. Ik heb natuurlijk zelf ook opgemaakt tijdens het ontbijt. Dus ja, het gek zijn als ik niet zo doen. Vind ik. Ik neem die ontbijt sowieso niet mee, want die ontbijt al eerder. Dus ja, dat is 3 voor mij. De kids zijn naar mijn ouders toe. Die gaan daar logeren. Dat was al zo bedacht, omdat ze dus weg zou gaan. Ik ben gezellig met z'n allen geluncht en... ja goed, Elin snapt helemaal niks van het fenomeen verjaardag natuurlijk. Dus die zit gewoon gezellig te spelen en te doen. Ik ben nu vooral weer rustig aan het doen. Ik heb afspraak voor mijn werk gehad. En verder ben ik nu, ik zit nu eventjes, ik ga zo weer liggen. Want ik heb nog steeds wel zoveel pijn. Dus ik ga ook meteen de vlog afsluiten voor deze week. En dan begin ik ook weer een nieuwe voor komende week. En dat wordt een... weer een week zoals deze, maar dan hebben we in het weekend een kinderfeestje. Wat hebben we nog meer? We hebben natuurlijk niet zo heel veel gepland, omdat we niet wisten hoe het met mij zou gaan. Maar elke dag een stukje beter, dus we gaan gewoon vrolijk door. Ik hoop dat jullie deze vlog weer een beetje leuk vonden. En ik ben blij als ik gewoon jullie weer iets meer mee kan nemen. Maar dat komt vanzelf. En als het goed is, staat er nu of over een week ook weer een update over... mijn buik online. Dus stay tuned voor dat. Dankjewel voor het kijken. Doeg!